Perserens en Simon Swinkels zijn alle twee hier in de studio. Hallo. Hallo, heren. Dat is even 2,5 weken geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Ja, long time no see. Nou, ja. Je zou het bijna kunnen zeggen. Ik hoor het PV Fischer nog tijdens de finale zeggen. Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? En dan hoorde ik jou nog zeggen, ja, radio optreden. Dat hoorde ik hier nog, was bij de af. En toen dacht ik, dat is bij ons. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus, maar goed, het is er nu eindelijk zover. Even over die finale van de Robbe Akda Award. Ik zit bijna met die grote prijs van Nederland in mijn hoofd. Maar het is de Robbe Akda Award. Ja, wat is er eigenlijk in die tussentijd nog gebeurd? Zijn er toch nog mensen dus, die... Dus de voorronde jullie... en de finale? Of na de finale? Ja, na de finale. Zijn er toch nog mensen bij jullie langs geweest uit de muziekwereld? Weet ik niet. We zijn naar Duitsland geweest. Oh, toch? Ja? Ja, we zijn naar Oostenaarbroek geweest voor onze eerste internationale gig samen. Ja. Dat was erg leuk. Ja, ja, en we zijn gewoon verder gegaan met stappen zetten met de band. En we hebben wat optredens verstaan. Dus we spelen in Stiels. In Stiels? Dat volgende is... week vrijdag, Goede Vrijdag. Aha, dat is 8 april. Ja, 8 april. Ja, heb ik helaas... Of nee, 7 april. Ja, nee, ja. Dan zou ik nog eventueel kunnen. Dus ja, maar ik moet even kijken, want dat is gewoon gratis ontreden. Kan ik binnenkomen. Oh, er gaat een banner volgens mij een beetje in een eigen leven leiden. Dus, dat is mijn tas. Ja, het is iemand die gooit een tas er tegenaan. Dan kan die banner een beetje slecht tegen. Maar even over Stiels. Ja. Dat is gewoon vrij entree om binnen te komen, toch? Ja, het is vrij entree om binnen te komen. En we gaan anderhalf uur spelen. Ja, we gaan wel iets interessants doen. Ja? Is namelijk, normaal spelen wij of Lucas Rens, het project, speelt dan ofwel in een akoestische setting. Mm-hmm. Zo spelen Simon en ik samen. Mm-hmm. Ofwel met volledige band. Oh, dus en dit keer gaan we het combineren. Omdat we anderhalf uur mogen spelen, gaan we het helemaal opbouwen. Dus ik ga solo beginnen, een paar nummers. Dan komt Simon erbij. En dan komt Reijer, de bassist, erbij. Ja. En dan heb je een soort akoestische setting. En dan de tweede helft van de tweede drie kwartier. Dan komt de drummer erbij. Dan komt de drummer erbij. En dan komt alles erop eraan. En dan gaat het feestje losbreken. Dat is Daan, hè? Toch? Ja, dat is Daan. Ja, ja, Daan. Die komt als laatste bij. Yep. Ja. Gaan jullie dan ook dat welbekende dansje doen van het nummer... Let's Fall in Love Again. Uiteraard. Ja, want dat hadden jullie ook heel erg aardig voorbereid tijdens de derde voorronde. Ik denk, wat gaan we nou beleven? Het is toch zo een beetje te kijken. Ja, wat dat, was mooi, dat was een mooi verhaal. Ja. Hoe zijn jullie ook alweer op dat idee gekomen eigenlijk? Om dat te doen? Ik kan me nog goed herinneren. We gaan repeteren. En Daan die komt de repetitieruimte binnenlopen. En die zegt, jongens, ik heb vannacht gedroomd. Daar begon het mee. Ja. Dacht van, wow, wat gaat er nu komen? Hij zei, ik heb gedroomd dat wij in dit nummer, Let's Fall in Love Again, in het refrein een dansje doen. En nou ja, hij zei erbij van, ik ga hier niet weg totdat wij een dansje hebben op dat stukje. Dus nou ja, wij hebben een uur lang allemaal dansjes uit zitten proberen en zitten brainstormen daarover. Ja. En uiteindelijk zijn we hierop gekomen. Kan iemand die deur even dicht? Oh ja, 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 want die is dicht. Perfect. Ja, ga door. Ja, dus het was, dus daar kwam het uit. Daan die zei, we gaan een dansje erop op krijgen en we gaan hier niet weg tot we dat hebben. Dus toen zijn we gewoon gaan brainstormen en brainstormen. Uiteindelijk kwamen we op een dansje uit. Ah. En die hebben uiteindelijk ook nog eens helemaal aangepast. Of namelijk 180 graden omgedraaid. Van links naar rechts. Ja, voor de finale, ja. Voor de finale, inderdaad. Oh, dus, toen was hij inderdaad andersom, ja. Dat had ik gezien. Ja, kostte dat niet... ik ga even naar Simon, want dan... kostte dat niet op een gegeven moment moeite? Want op een gegeven moment... Ik ging er één uit de pas, volgens mij. Was jij dat? Niet? Volgens mij deed ik het heel goed. Ja? Kijk maar terug. Ja, wat hilarisch was dat natuurlijk wel. Goed, maar het was wel even wennen. Toen we de eerste keer deden. Ja. Je bent zo gewend om een sprongetje naar één kant toe te maken. Ga ineens de andere kant op. Ja. Andere been ook voor. En ik heb hem gezien dat bij de YouTube-versie van Haarlem 105. Dus de Sound of Haarlem. Daar zat hij ook in. Ja, dat hadden jullie het ook gedaan. Maar volgens mij, als hij hier de hele band zou spelen... denk ik dat het hier iets makkelijker gaat dan volgens mij... Dit is iets groter, hè? Ja, dit is iets groter, ja. Inderdaad. Ja.
Dus dat, ja. Maar je had het over die drummer, Daan. Want ja, die kwam er mee. Maar hoe moet hij dat doen? Moet hij dan zijn sticks loslaten? En dan ja, ook, Daan, de grap is, ja, Daan kwam er mee. Maar Daan die zit gewoon lekker te drummen terwijl dat gebeurt. Dus die kijkt gewoon, die ziet hem wel. Het is erg leuk om flauw, te zien. Het is erg leuk om te zien, want je ziet hem elke keer gewoon zo erg genieten. Dus elke keer zie je zo'n big... Zo, nou ja, als je terugkijkt, mag natuurlijk niet. Je moet, het is ook belangrijk waar we naartoe kijken. Dat je dan halverwege zo je gezicht nog 90 graden draait. Maar als je dan terugkijkt in de beelden, dan zie je Daan echt met zo'n big smile op zijn gezicht. Gewoon, voilà. Ja, daar gaat hij weer. Nou, bij de derde voorronde mensen in de YouTube-versie bij ons is hij te vinden. Want in het bericht daar bij de Rob Hakdaal wordt is hij te vinden. Dat is één. Dat is de linksom versie. Ja. Dat is in de kleine zaal. En dan hebben we ook nog de finale versie. Dat is, dan moet je wel eens 2 uur en een half uur moet je er even doorheen zien te worstelen. En dan kun je die andere kant ook zien. Dus dan gaan ze rechtsom. Ja, dat is wel waard hoor, het verschil. Dat is in de grote zaal was dat. We gaan zo direct natuurlijk meer van jullie horen. Dat doen we zo. Want de bedoeling is dat we 6 nummers laten horen vanavond. Yes. Eerst nog één nummer. We gaan naar Lucas Rens luisteren samen met Simon Swinkels. Ze zeiden al, in Steels wordt het binnenkort helemaal een verhaal wat keurig netjes wordt opgebouwd. Eerst Lucas solo, maar dan komt Simon erbij en dan ook Reijer erbij. Dus die is er vanavond niet. En als laatste komt Daan en die is er vanavond ook niet. Het zou wel wat zijn als die twee ineens ook weer... Koekoek, we komen ook nog even meespelen. Dat lijkt me helemaal... Maar ik weet niet of de buren daar erg blij mee zijn. We gaan naar ze luisteren. Want ze zitten er klaar voor. Heren, we gaan beginnen met Keep Me Waiting. Ja, er is wat aan de hand bij ons. Op een of andere manier krijgen we het geluid niet uit die tafel vandaan. Ik weet niet wat er precies los is. Waarschijnlijk op een of andere manier is er een aansluiting niet helemaal oké. Okay. Dat gebeurt wel eens. Je hebt wel eens een moment... Ja, we gaan het nog een keer... Ja, nou hoor ik wat. Nou, dan gaan we hem nog een keer... Opnieuw, want ik denk, waarom hoor ik niks? Ik hoor al gelijk geluid van bovenaf komen. Er gaat iets niet goed. Maar het is opgelost. We beginnen dus nu nog een keer. Hier zijn Lucas Rens samen met Simon Swinkels. En Keep Me Waiting. So keep a minute as I wait on you. Wondering what you'll do. It is all so new. If I'm in it, would you be there too? Should I call on you? Cause I'm still unsure what it is that I'm looking for. So keep me waiting, keep me guessing, keep me wondering, and I still believe I'm hoping, hope for something. Nothing, I am holding on to you. So take a second as you walk away, wondering what you'll say. It'll be okay, as I'm living in a golden haze. It'll be the day when I'm finally sure what it is that I'm looking for. So keep me waiting, guessing, keep me wondering, and I still believe I'm hoping, hope for something more than nothing. I am holding on to you. To realize when this is what I need to be complete.
you first have to let go. So keep me waiting, keep me guessing, keep me wondering, and I still believe I'm hoping, hope for something more than nothing. I am holding on to you, holding on, holding on. I am holding on to you, holding on, holding on. I am holding on to you. Ja, het was even een koude start, maar het is allemaal weer goed gekomen. Keep Me Waiting was wel heel toepasselijk, Keep Me Waiting. Ja, maar goed, we hebben het we houden het spannend wat er gaat. Het tweede nummer, nou, ik ben benieuwd, hoe gaan jullie het straks oplossen nu jullie zitten? Want hier is dat nummer met dat dansje erin. Let's Fall in Love Again, hier zijn ze alle twee weer. Fall in love again. Let's make sure we can understand each other a little better than before. Might change the weather. I don't know if it will be sadder than before. Before we try, let's fall in love again. Let's stay up all night and talk through a movie that we both didn't really like, and we don't want to say it. It sits on our lips, and can I give you a kiss? Are you sure you want this tonight? Let's fall in love again. Sits on my lips to give you a kiss tonight. Let's fall in love again. Da 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 da.
dat was hem even voor dit moment. Geef eens even adempauze. Dan kunnen wij ook even een beetje van de schrik bekomen. Even naar Marcus. Ze zijn denk ik nu wat makkelijker te fotograferen dan tijdens een Rob Agda-woord, heb ik het idee. Of vergis ik me daar enigszins in? Ja, je mag het zeggen hoor. Dus, ja, ik weet niet. Ik vind het toch altijd fijner als artiesten gewoon bewegen als je ze wil fotograferen. Dat wel dan. Ja, podium, ja. Licht, bewegen, danspasjes. Maakt het allemaal... Danspasjes heb je dan, hier niet kunnen doen hoor. Dan doe ik hier ook gewoon geluid en niet fotografie. Oké. Heren, jullie hadden het licht al een beetje vooruit gegooid wat betreft de stiels en de opbouw. Ja. Als er dus mogelijkerwijs een album of een EP gaat aankomen, gaat dat ook een beetje zo op die manier doet? De exacte release datum staat nog niet helemaal vast. Ja. Maar denk juni, juli gaat de EP Drafts and Demos gaat online komen. Drafts and Demos. Ja. Drafts. Dat is de Engelse versie. Dat is ontwerp. En dan demos. Ja, precies. Nou, dat is wel een goede titel, denk ik, eerlijk gezegd, toch? Ja, het komt heel erg voort vanuit het idee dat ik zo achterlijk veel liedjes heb geschreven in de afgelopen jaren. Ja. En dat maak je heel veel opzetjes. Mm-hmm. En je hebt heel veel demootjes liggen. Ja. En uiteindelijk, hoe ik deze EP heb samengevoegd, ben ik gewoon gaan kijken, oké, wat zijn gewoon mijn favoriete nummers en wat past er een beetje bij elkaar? Ja. En ik denk dat er nu een paar mensen weer zitten uit te lachen, omdat die echt elke keer zeggen, gast, deze hele EP staat nergens op van hoe het bij elkaar past. Het gaat alle kanten op, wat ook een beetje waar is. Ja. Maar op een bepaalde manier zit er wel een rode draad in. Mm-hmm. Maar vandaar, het komt dus echt vanuit die drafts en die demotjes. Ja. Zo is het opgebouwd. Daar ben ik nog eigenlijk niet echt over gevraagd. Komen ze ook voort uit een bepaald gevoel, of de liedjes? Of is het echt alleen... Allemaal liefdesverdriet. Allemaal liefdesverdriet, ja. Nee, het is... We hebben een mooie verwoording voor nu. De oplevende en de bitterzoete momenten van het liefdesleven. Oh, ja. Maar ik schrijf gewoon uit eigen ervaringen. Dus dat is ofwel positief of negatief. En heel erg op basis daarvan schrijf ik een verhaal. Het is gewoon een mooie manier om je emotie vast te kunnen leggen in een liedje. Ja. Heb je ook een muzikale achtergrond in de zin van een opleiding gedaan? Ja, ik zit nu aan het conservatorium van Utrecht. Ah, de HKU toevallig. Ja, exact. Er zijn goed geschoolde figuren vandaan gekomen. Want Lisette Vink, beter bekend als Lisette Aviva, die hebben we hier ook gehad. En die komt van de HKU af. Oh, hey. Dat is goed. Dus ja. Heel vet. Dus je bent niet de enige hier met een HKU-achtergrond. Cool. En daarvoor heb ik nog een jaar in Londen gestudeerd. Ja. Ook een muziekopleiding. Zit er dan verschillen eigenlijk ook in die opleidingen? Als in tussen de HKU en die opleiding in Londen? Ja. Ja, enorm verschil. Ja. Wat is het verschil ongeveer? Nou, die opleiding in Londen was enorm gericht op de business achter de muziek. Wat enorm belangrijk is. Maar toen ik daar zat, toen dacht ik echt van ja, oké, dat is leuk. Maar ik moet gewoon liedjes schrijven. Want ik heb nog helemaal niet... Ik wil gewoon beter worden muzikaal eerst. En de HKU die focust veel meer op... Nou ja, het meerdere stromingen, maar die focust gewoon veel meer op het muzikale erachter. Dus het is echt een conservatorium. Je hebt gewoon je instrumentenlessen, je hebt je theorielessen. Dus je krijgt gewoon een goede basis. En ja, de tak waar ik dan nog in zit, focust heel veel op het creatieve. Dus heel veel schrijfprocessen en improvisatie en samenwerken met mensen. Naast dus ook de normale conservatorium dingen. Ja. Maar ja, in Londen was het toch echt wel meer vanuitgaande van... oh ja, je kan al muziek, we gaan nu gewoon business doen. Ja. Ga ik even naar je buurman, want Simon... want wij hadden nog voordat, was het tijdens de derde voorronde... toen hadden we het ook even over jou. Want jij hebt een jazzscholing gedaan. Ja, klopt. Ja. Sluit dat een beetje mooi aan op de muziek die jullie als band ook maken? In een zekere basis zeker. Sowieso van pop, jazz, soul, alles heeft wel een zekere binding met elkaar. Ook theoretisch en dergelijke. En ik probeer soms ietsje te jazzy te doen en dan word ik weer teruggeroepen. En ik kijk altijd waar kan ik een beetje mijn leuke akkoordjes plaatsen en ja, zo. Ja, ja. En, ja, nee, ik vind het... Maar kan je dan toch ook als je vanuit je jazz-achtergrond... dan toch ook iets meenemen van wat zij dan op een gegeven moment neemt? Oh, daar heb ik er nog niet bij nagedacht, eerlijk gezegd.
Zoiets? Nee, enorm. Ik bedoel, ja, enorm. Ja, enorm. Ja, ik leer enorm veel van zo'n proces. Hm. En ook als je kijkt bij zo'n Rob Agda, dan hebben we echt enorm gestudeerd. Gewoon puur op hoe staan we daar als band? Hoe breng je iets zo goed mogelijk over naar een publiek? Hm. Ja, dat zijn allemaal weer hele andere facetten van muziek. Dat is niet meer gewoon op je gitaar pielen. Dat is echt... pielen? Dat is het zeker niet. Nee, gitaar spelen ja. En daarnaast ben je bezig met allerlei andere dingen. En dat is een enorme les. Ja. Toch weer even naar jou, Lucas. Want, mag ik er nog iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Voeg er maar iets aan toe. Om nog een ideetje daarvan te krijgen. Want omdat Simon heeft zo'n enorme achtergrond in de jazz. Die kan achterlijk goed spelen. Hmm. En die heeft ook wel een handje van om dan partijen voor zichzelf te bedenken die gewoon veel te ingewikkeld zijn. En dan na een paar weken repeteren, dan kan hij het. En dan denk je van, ja, het is inderdaad ontzettend gaaf. Maar waarom niet? Niemand weet het. Het moet een functie hebben binnen het liedje. Ja, het heeft dan nog steeds een functie. Maar het is gewoon dat je denkt, gewoon als je ermee aankomt, dan denk je gewoon van, maar dit is toch een partij voor 3 gitaristen. Hoezo ga je dit in je eentje spelen? Ja. We hebben maar 1 gitarist, dat ben jij. Maar dan krijg je het toch voor elkaar. Ja. Maar ik denk ook, wat Simon dan bedoelt, op een bepaalde manier van op dat podium, het verschil is dan heel erg van, dan heb je zo'n partij, maar probeer hem dan maar te spelen terwijl je rond bent van springen en dat soort dingen. Dat is echt bizar hoe je... Ja. Nou had jij het net over liedjes schrijven. Is dat een continu proces bij jou, 24-7? Nou, 24-7. Ik heb, het gaat heel erg een beetje in ups en downs. Dat ik soms veel liedjes schrijf en soms weinig. Mm. Maar ik heb wel al mijn hele leven dat ik gewoon muziek hoor. Dus gewoon, en dat begon echt toen ik 6 was. En toen snapte ik het niet helemaal. Want dan fietste ik naar school of zoiets en dan hoorde ik een nummer. En dan dacht ik, oh, dat is wel een lekker nummer. Dit is wel chill. Welk nummer luister ik? En dan had ik helemaal geen muziek aan. Dus dan hoor ik het in mijn hoofd. En toen kwam ik er ook nog achter van, maar dit bestaat ook helemaal niet. Dus ik had eigenlijk heel vroeg al dat ik zat van, oké, ik hoor dingen, maar die bestaan niet. Zodat ik klikt echt op je psycho zegt. Ik hoor muziek, maar die nog niet bestaat. En ik denk dat eigenlijk voor mij is het sindsdien een soort journey geweest om die muziek tot uiting te brengen. Dus de skills krijgen, leren zingen, leren songwriten, om dan uiteindelijk wat ik dan hoor, om dat daadwerkelijk naar een nummer te vertalen. Ja, er is een collega songwriter die is gewoon tijdens de lessen in slaap gevallen, omdat hij 's nachts altijd liedjes schrijft. En jij kent hem. Is dat Sven Ros? Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja, dat is een leuk bruggetje, want daarom vroeg ik het. We zijn zover, ja jongens. We hebben in ieder geval lol. Dat is heel belangrijk natuurlijk, hè? Want daar gaat het ook wel een beetje om. Het niet goed te zijn. Nee, daarom. Maar goed, we gaan ook luisteren naar een blokje van 2. En we beginnen met Flowers with Noses. Oh honey, you know how rivers flow, yet mountains seem so high. Well, it's all in your mind, and let me take you to the other side. 'Cause when it's cold and it rains outside, remember this, my dear. Disappear. And flowers with noses will kiss us and show us the way. And once you open your eyes, I'll be there by your side when it all slips away. So keep on dreaming, just let it go. Sometimes it takes a while to fall asleep. So keep on dreaming, I know you'll find your way eventually. And honey, it seems that memories are colored by our minds. Well, you can make them shine, it's how you look at life. And when you're scared, I'll be your night lamp's glare to keep you safe at night. Your dreams can come alive, you'll make it to the other side. Where flowers with noses will kiss us and show us the way.
And once you open your eyes, I'll be there by your side when it all slips away. So keep on dreaming. Just let it go. Sometimes it takes a while to fall asleep. So keep on dreaming. I know you'll find your way eventually. And I know you'll find, I know you'll find your way. I know you'll find, I know you'll find your way. I know you'll find, I know you'll find your way, yeah, way, yeah. I know you're fine, I know you'll find your way. I know you're fine, I know you'll find your way. I know you're fine, I know you'll find your way, yeah, way, yeah. So keep on dreaming. Just let it go. Sometimes takes a while to fall asleep. So keep. Beschaafde jazzapplausje klinkt in de studio. Dat zijn de woorden van Pepe Fischer die dat doet als hij de sponsors afkondigt voor de Rob Agda Award. Om een beetje weer in dat sfeertje te komen. Het tweede nummer van dit blokje van twee heet White Dress. I thought I saw you standing in a white dress. But I guess it was a dream. Cause every time my mind chilled off, I thought of you and me. And I thought I saw us dancing in the kitchen of a house that we believed was ours to be. Now suddenly that hope has faded me. And I thought it would come easy. I thought I was prepared. Now every time I turn around, I see you standing there. Your name, it haunts me. I hear it everywhere. And every song I listen to reminds me of you. And how you fucked it up because of someone new. I wonder when you see me on your Insta feed. Are we better off or do you fight away a tear? Cause you know that song is about you. And I hope that you find what you are looking for. That you'll find some rest, not always wanting more. I know the grass seemed greener. Still, it hurts to think of you. And how you fucked it up because of someone new. And every time I wondered why I knew that there was something wrong, I told myself move on. I never really wanted it to be true. Nothing breaks as hard to in love, it's hard to take, but we're better off, cause nothing breaks as hard as to in love, it's hard to take, but we're better off, cause you fucked it up because of someone new. Every time I wondered why I knew that there was something wrong,
I told myself move on. I never really wanted it to be true. Now I'm left here without you. Dat waren ze voorlopig weer eventjes. Want straks in het volgende uur volgt nog een blokje van twee. Het laatste blokje. Dan welkom in het derde uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. We gaan zo dadelijk natuurlijk met die fijne jongens die hier in de studio zitten. Gaan we zo direct natuurlijk nog meer van ze horen. De Black Operator, vorige week heeft hij zijn doop gehad. En You Better Run, You Better Hide. Dat heeft alles te maken met slasher movies. Daar hebben ze het een beetje op laten inspireren. Nou, die jongens die houden wel van een beetje een zwart, donker rafelrandje. Lucas zit er nu toch even bij. Want in het vorige uur had ik iets van Sven Ros. Beter bekend als Sven Reus voor Intimie. Maar waar ken jij Sven eigenlijk van, Lucas? Oh, we zijn al live, jongens, hoi. Wat zeg je? We zijn al live, ik had nog even niet door. Nee, oké, maar goed. Waar ken ik Sven van? Ja, waar ken jij hem van? Nou, ik heb dus... Ik heb een paar jaar geleden... Even de deur in het plan gaan. Doe dat, oké. Een paar jaar geleden heb ik in Londen gestudeerd. Een songwritingopleiding heb ik daar gedaan. En... Nou, Sven die woonde ook in Londen, maar die zat op een andere school. Dat is een lang verhaal. Daarmee, die was ook naar Londen gegaan. Ja. En zij zat op dezelfde school als Sven. En zij waren bevriend. En zodoende ben ik ook bevriend geworden met Sven. Ah, op die manier. En, eigenlijk na corona hebben we elkaar heel lang niet meer gezien. Mm. Want corona en zo. En toen kwamen we elkaar tegen bij Mooie Noten. Een jaar geleden of zoiets was dat. Ja. En toen was het van, hey, hoe is het? En nu zie ik hem wel een keer langskomen op gewoon No Man's Land en dat soort dingen. Hij is nog niet zo lang geleden, geloof ik, eind februari, heeft hij samen met Sterre Weldering, die we hier ook in deze studio hebben gehad, hebben ze met z'n tweeën in, volgens mij, in het Zuiderzeemuseum, hebben ze een middagje samen gespeeld. Goed. Dat vond ik ook heel erg bijzonder dat ze dat gedaan hadden. Maar ja, de muziek van zowel Sterra als die van Sven, die lijken toch wel een beetje in dat opzicht een beetje op elkaar. Dus het zit een beetje in elkaars verlenging. Maar dat is bij jou, jij zit wat maar iets anders. Ja, bij hem is het meer de Ben Howard-stijl die erin doorklinkt. En dat is bij jou absoluut niet het geval. Nee, dat klopt. Dat is net een andere. Maar goed, we gaan zo dadelijk. We hebben nog natuurlijk Lucas en Simon nog klaarzitten. Want ja, er moet nog gespeeld worden. Twee nummers. Pretty Cute, daar trappen we mee af. En Lucas heeft zijn akoestische gitaar ingewisseld voor de keyboard. 1, 2, 3, 4. Hey, you're pretty cute with your long blonde hair and your high heel shoes. Hey, you're pretty sweet. Tell your mom and dad it was nice to meet them. Us two were pretty cool, although you just broke up, so it might be foolish. We're just acting stupid, but it's okay, 'cause we don't have to put a name on it. Let's have a little fun and just go with it, hey. Late nights dead and gone, and enjoy we more than just friends. Ta-da, 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 ta-da. Last night was pretty fun, stayed on the beach till we lost the sun. We've only just begun, but it feels like I've known you all along. Ain't got no plans to make, ain't got no more hearts to break, until we take the risk to say those three small words, but not today. 'Cause we don't have to put a name on it, let's have a little fun and just go with it, ay. Late nights dead and gone, ain't you, we more than just friends. Ta-da, 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 ta-da
ba da ba da ta ra ta ra ta ra ta 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 ba da ba da ta ra ta ra ta ra ta 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 ba da ba da. Het jazzapplausje klonk weer. Ja, dus je houdt het ritme een beetje in vanavond, denk ik. Om de heer Fischer nog enigszins een beetje podium ook te geven. Wie is Pepe Fischer? Dat is de spreekstalmeester bij de Rob Agda-Award. Aangezien Lucas en Simon ervaring hebben met twee keer een optreden tijdens de Rob Agda-Award. Eén keer in de voorronde en daar wisten ze te winnen. En toen kwamen ze dus in de finale terecht, logischerwijs. En ook daar hebben ze gespeeld. Dat is de reden waarom ze ook vanavond hier in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zijn. We sluiten dit muzikale blok ook af. Dit is ook het laatste nummer van vanavond. En dat heet Liquid in a Bottle. If love was a liquid in a bottle, would it be see-through? If sex was a way to say I love you, would it be only you? Oh, if love was a way to see the world, would it be blue? If love was a way to love you, would you do it too? We keep adding stones to our house that will never fill us, even though we still build for a million more hours. It's a lie that we try, we won't make it out alive. If hope was a way to keep you from going, wasn't what I really wanted. We keep adding stones to our house that will never fill us, even though we still build for a million more hours. It's a lie that we try, we won't make it out alive. Gaan straks nog even met ze napraten. Namelijk Lucas Rens en Simon Swinkels. Liquid in een bottle, daar sloten we dit derde blokje van 2 mee af. Dus, maar goed, we gaan het hebben over... de deur is nog open, dus kan even een van jullie nog even de deur dicht doen. Want anders dan gaat het galmen. Ja, nee, als ik aan het interview ben,
dan horen ze dat. Dus, ja, mag het? Mag het? Zo. Zo weer. Ja, wordt even gegooid. Er wordt even met een deur gekwakt. Ja, zo gaat het bij ons dan, weet je. Dus we hebben weinig verschil met een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Schuine streep alternative. Oh. Goed, allereerst jongens, hoe vonden jullie het? Ja, jullie zitten nu toch hilarisch. Is spannend, nee, wat? Ja, ja. We hadden het er net over dat de sfeer zo leuk was. Ja, de sfeer is nu iets wat gespannen met twee techneuten. Dus dat valt wel mee. We omhelzen elkaar straks. Zo van, jongens, we hebben het weer gemaakt. Ja, dat is dan weer mooi. Het is meer dat idee. Maar hoe vonden jullie het? Ontzettend leuk. Ja? Ja, we hadden het net over. Ik vond het gewoon een hele gezellige sfeer. Ja. En het is gewoon leuk om hier te spelen. En ja, een kleine setting. En dat is gewoon ook gewoon relaxed. Ja, nou ja, goed. Daar doen we het altijd voor natuurlijk. Ja, optredens, dat zeiden we al. Hè? Ja. Steels zit eraan te komen. We hadden het ook al even over het mogelijke nieuwe materiaal wat er zit. De snode plannen hebben jullie zeker wel. Ja, er zit veel aan te komen. Ja? Het is een hart aan de bak. Oké. Dus nog even over bijvoorbeeld over het verhaal muzikale opleidingen en noem maar op. Ja. Maar ook jouw achtergrond. Kom je uit een muzikale familie? Of is dat... ja, dat is ook toch even nog een dingetje. Mijn vader die denkt dat hij heel goed kan zingen. Ja? Ja, alleen maar in de badkamer zeker, ja, of niet? In de badkamer. Nee, ja. Het is grappig. Mijn oma die zong heel veel, ja? Ben ik achtergekomen. En ja, toen... En mijn ouders die deden eigenlijk niet echt iets met muziek. En toen mijn broer en ik zijn allebei muziek gaan maken. Ja. Maar wat leuk is dat mijn moeder, die is sinds 2-3 jaar geleden... is er nu ook begonnen met zingen. Oh. Ja. En dat pakt ze razendsnel op. Ja. Dus gaat er misschien nog toch iets komen? Ja, misschien een leuk liedje met je moeder. Dat zou natuurlijk kunnen. Een duet. Ja. Dus daar vandaar. Ja, dat zou nog wat zijn. Heeft ze zangles ook genomen? Ja, ontzettend veel. Ja. Maar als in, dat klinkt echt van... Ja. Nee, ze heeft zangles, maar ze heeft van Gerrit Eikelboom. Dat is mijn oude zangdocent. Ja. En ik ben een beetje jaloers op haar. Want ik wil ook zangles hebben weer van Gerrit Eikelboom. Mm-hmm. Want die vent is ontzettend goed. Ja. Maar die woont in Heemstede, Haarlem. En ik zit in Utrecht. Dus dat is lastig. Dus zij mag elke week zangles daar hebben en ik niet. Dus dat is het. Ja. Maar als ik het zo hoor, jouw moeder woont dus hier in de buurt? Ja, Heemstede. Ah, kijk, dat bedoel ik. Dus, heb je ook echt... je bent volgens mij dan ook opgegroeid in Heemstede. Ja, geboren in Eindhoven. Ja. Geloven mensen nog steeds niet, maar ik ben echt geboren in Eindhoven. Eindhoven. Hm. Ik ben om mijn 6e verhuisd naar Heemstede. Ja. Dan heb je ook de scholen daar een beetje in de buurt gehad. Ja. Welke school heb jij gezeten dan? Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ah, dat is, dat is gewoon in het centrum. Ja, gewoon echt. En ja, die zijn op zaterdags ook open. Is dat zo? Ja, stedelijk stond erom bekend dat ze op zaterdag lessen. Maar op een gegeven moment hebben ze dat kennelijk toch afgeschaft. Ik denk dat dat in mijn tijd is afgeschaft. Want ik ja, dat precies. Niet herinneren dat ik op zaterdag op school zat. Ja, goed. Maar, nee, maar dat waren ze uniek in die... Ja, ik heb een redelijke switch ook gemaakt vanaf het stedelijk naar muziekopleiding. Want ik was eigenlijk heel erg... Ja, want dat is ook zoiets. Merk je dan op een gegeven moment dat je aandacht dan op een gegeven moment er niet meer bij is als je op een gegeven moment dat doet? Het was meer... Ik vond muziek heb ik al, dus maakte ik al mijn hele leven wel een beetje. Ik speelde altijd piano en toen in de 5e, 6e klas ben ik begonnen met zang en songwriting en gitaar en wat soort dingetjes. En ik vond dat heel erg leuk, maar ik vond... gewoon technische onderwerpen ook heel interessant. Ik vond programmeren super vet. Ik heb meegedaan aan de Shell Eco Marathon. Daarbij was een lang verhaal. Gingen we een auto bouwen. Mm-hmm. Anyways. Ik zat een beetje in een tweesplitsel. Ik dacht of ik ga nu proberen om bij Delft bijvoorbeeld binnen te komen. En echt volledig de technische kant op te gaan. Dus denk computer science of zoiets. Of ik ga nu 180 graden de andere kant op. En ik ga nu muziek maken. En toen dacht ik van ja, ik ben jong. Ik kan nu nog met high risk, high reward kan ik het gaan proberen. Mm-hmm. En toen ben ik naar Londen gegaan. Ja. Hoe zit het met jou, Simon? Had jij ook iets eerst een andere soort opleiding? En dat je gaandeweg de opleiding erachter komt? Dit is niet voor mij weggelegd. Ik kom ook van een gymnasium in Alkmaar, in Mellius. En daar was eigenlijk heel weinig aandacht naar muziek toe. Ja. En ik kreeg op mijn 16e pas kreeg ik een gitaar van mijn ouders. En daarvoor heb ik wel pianoles gehad. Maar toen kreeg ik een gitaar. En toen
vanaf toen maakte de rest een stuk minder uit. Ja. Ik zit me ook voor te stellen hoe dat dan gegaan is bij jullie beide thuis. Dat er dan op een gegeven moment herrie wordt gemaakt. Laat ik eerst met jou beginnen, Simon. Je ouders dat op een gegeven moment wel? Ik ben altijd wel een redelijk stille jongen geweest. Ja. Dus ik, ook op mijn gitaar ben ik redelijk rustig. Ja. Ook al, ik heb wel mijn rocktijd gehad, ja. Moet ik bekennen. Ik moest soms... het was wel dat... Ik kwam beneden, dan begon gitaar te spelen in de woonkamer. Mm-hmm. Ik was op mijn kamer gitaar aan het spelen. Ik was eigenlijk overal in het huis gitaar aan het spelen. En het was wel een afspraak van... Oké, doe het meeste gitaar spelen gewoon in je kamer. En dan zijn we wel tevreden. Oké, en met jou, Lucas? Ik heb nooit echt... ik moest volgens mij na 10 uur of zo moest ik stoppen. Ja. Dus er was een tijd dat ik met een loopstation begon te spelen. Kijk, toen ik akoestisch speelde was het op zich allemaal wel prima. Kijk, als je een akoestisch gitaar op je kamer en een beetje zingen. Ja. Hoe luid is dat nou? Nauwelijks. Maar toen ik begon op te treden, toen wilde ik ze ook gaan oefenen met speakers. En hoe het dan was met de microfoon te werken. Ja, en dat was lekker hard. Ja. En toen vonden mijn ouders dat wel een iets minder goed plan. Oefen dat maar op het podium. Ja. Is daar ook een beetje de term bedroom pop een beetje ontstaan? Voor mij is heel erg ontstaan toen ik eigenlijk nu ik in Utrecht zit. Ik heb een kamer van 9 vierkante meter met een hoogslaper erin. Ja. Piano onder de hoogslaper, een bureau en daar staat een hele studio op. Mm. En dus ik heb daar alles wat ik nodig heb. Maar het is gewoon allemaal heel compact en klein ingericht. Maar net genoeg ruimte om alles te doen wat je nodig hebt. Wij repeteren ook nog best wel vaak in mijn kamer, wat belachelijk ook is. Nog, ja. Want de kamer is gewoon, nogmaals, 9 vierkante meter. Ja. Maar vandaar, bedroom pop, dat het echt gewoon vanuit je laptopje op je kamer gemaakt is. Ik moet denken aan die clip van The Cure. Dat ze met z'n vieren allemaal in die kast zitten. En dat die kast op een gegeven moment zo donderstraalt dat er een ravijn in naar beneden in de zee. Ja, dat is een hele maffe clip. Moet je maar zo op gaan zoeken. Okay. Ik ga eens eventjes weer een nummer draaien wat uitgebracht is deze maand. De man heet For You. En we zijn zo mooi. Zo heet het nummer wat je nu gaat horen. Prooi.
Ja, wij heten Von V en ze hebben afgelopen zaterdag de release show gedaan samen met de Mankers in Sinetol, Undecided. Het zit erop, vrienden. Nou. Hebben jullie nog een radio optreden nog ergens staan of niet? Een radio optreden? Nee. Nee, geen radio, hè? Oh. Ik weet het niet. Denk nee? Niet. Ik denk moet het niet. Nog even je agenda nog even nakijken. Ja, ik moet mijn agenda nog even nakijken. Ja. Volgens mij geen radio. Geen radio. Geen radio. Dus, vooral live gewoon nog. Oké. Heren, ik vond het waar genoegen dat jullie geweest zijn. Dus ja. Dankjewel. Ja, en is het misschien nog een keertje een idee om terug te komen? Of, Absoluut, uiteraard. Ik wilde absoluut en uiteraard tegelijkertijd zeggen. Ja, ja. Maar uiteraard, ja, lijkt me heel leuk. Oké, dus... Als jij dat ook leuk vindt. Ja. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. Simon moet even gevraagd worden of hij... Is het volgende week? Nee. Nou, dat weet ik niet. Dat is wel heel erg snel. Ja, het hangt er natuurlijk even om... Elke week, Lucas Rens. Ja. Nou ja, we hadden een gek... Dat is trouwens nog even leuk voordat het echt... Het was, geloof ik, op een gegeven moment... Ik ga de band even voorstellen. Dat ik zei... Lucas Rens, oh, ja. Simon Rens, ja. Daan Rens en Rijen Rens. Ja. Maar zo was het niet. Die is niet meer blijven... Nee, we hebben nu, er is iets geworden met... Dus ik heet dan Lucas en Daan heet Ed. En iemand anders heet Van Rens. En iemand anders is heet nog veel vaker geworden. Ja. Nog, maken jullie er een soort... We zijn de rabbit hole ingegaan. Ja. Maken jullie er nog een soort running gag daarvan? Ja. Sorry. Nog één ding. Waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Lucas Rens Music... Dat is het. Overal. Insta, Lucas Rens Music. TikTok, okay. Lucas Rens Music. Hartstikke goed, jongens. En tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, dat waren ze. Lucas Rens. Deze zit erop. En Jacob D. Edward sluit het bal af. Hij was in februari hier te gast. Dat was de voorgaande 3 voor 12. En dat doen we met Hyacinth en Mathiola. Tot volgende week. Marriage slept between us, blossoming hyacinths and Mathiola.